We zijn uh, momenteel bezig met de voorbereidingen van ons uh, jaarlijkse schuurfeest, Polderfest. Dus uh, ja, als je hier zaterdagavond staat, dan staat het hier helemaal vol met mensen. We doen het met een, uh, een, een vriendenclub van een uh, twintigtal mensen. En uh, nou ja, om uh, nou ja, hier in de omgeving wat, uh, wat te organiseren. En, maar ook ja, omdat er niet alle weekenden wat te doen is. Dus wij willen we ook daar ook ons steentje aan bijdragen. Nou, dat is eigenlijk stiekem begonnen bij ons thuis. We vierden eigenlijk allemaal elke jaar bij onze verjaardag, maar het werd langzaam druk. Toen hadden wij zoiets van, nou weet je wat, we geven gewoon één keer met z'n allen een groot schuurfeest. Uh, we hebben het uh, vorig jaar ook hier gehouden. En ja, uh, uh, het hoeft niet hier. Maar het is net uh, wie uit de vriendenclub uh, stelt zijn locatie beschikbaar en heeft de ruimte daarvoor. Ja, dan beginnen we eigenlijk een half jaar van tevoren. En dan uh, gaan we een band uitzoeken en dan gaan we ook kijken naar een band. En dan beginnen we langzaam met aanvragen van de vergunning. En dan uh, ja, een maand van tevoren kijken of alles rond is. En nu een week van tevoren dan gaan we gewoon uh, ja, langzaam de eerste dingetjes opbouwen. Sowieso moeten we een vergunning hebben, want uh, ja, anders mag het sowieso niet hier in de gemeente plaatsvinden. En uh, daarbij ja, uh, op zich vind ik het ook niet verkeerd. Dat er toch iets uh, toezicht op is. Want de brandweer komt hier uh, zaterdag controleren of alles wel veilig genoeg is. Dus uh, nee, dat is niet, niet verkeerd. Ja, een schuurfeest is van oudsher natuurlijk gewoon een boerenfeest. Uh, moeten we het zo zien? Ja, van oudsher is wel een boerenfeest, daar heb je gelijk in. Maar we, ja, we trekken eigenlijk gewoon ons, on, onze eigen leeftijd. Dus de, de leeftijd tussen de 18 en de, de 28. En daarbij zien we ook wel dat uh, de schuurfeestgangers van vroeger, om het even zo te noemen, die komen ook nog. Want die houden ook wel van een biertje. Het biertje staat centraal. Het biertje staat steken centraal, ja. We hebben, uh, we hebben een band en we hebben een DJ. En die gaan uh, de hele avond uh, van muziek voorzien. En verder dansen, bier drinken. Ja, dat sowieso. Hoe zit het met de buurt? Ik weet dat hier in de buurt een paar polen, dat was al te veel overlast. Dan zal het zaterdagavond wel helemaal erg worden. Nou, oh, ik denk dat de buren die hier wakker van kunnen liggen, die staan hier aan de bar. Wanneer ben jij tevreden? Zaterdagnacht als de laatste bezoeker weg is? Nou ja, ja, als het gewoon een topfeest is geweest. Als iedereen mooi of ja, lekker los is gegaan. En nou ja, als het maar een goede bende is geworden.